laatste woorden klinken nog steeds door. Ik ben nog steeds niet tevreden. Nee. Nou ja, waar zit het hem in? Ik vind het contrast nog te groot. Van het wit wat je net zei, ja. Ja, klopt. Nou ja, het is een werk wat zich heel langzaam aan de hand ontwikkelt. Bij de cirkels ging het veel sneller naar een soort eindresultaat. Maar op zich is dat helemaal niet erg, want ja, dat gebeurt. Ja. Binnen loslaten en dan het werk zelf zijn ding laten doen. In plaats van helemaal met het vooropgezet plan altijd maar weten wat je gaat schilderen. Ja. Eigenlijk is dat ook leuk. Dat ik vind het schilderij wil zelf iets vertellen. Of dat jouw onderbewustzijn. En dus ja, zijn dat die... ontdekkingsreizen. Aan de andere kant, je kunt ook misschien soms wel wennen aan een beeld. Dat je zegt van, nou ja, net was het zeg maar al die driehoeken ten opzichte van die cirkels. En dat jou te veel, dat het te scherp was, ook te chaotisch. Ja. Terwijl het ronde, het harmonische, dat zat in die cirkels verpakt in je andere schilderij. Maar in principe heb je dan beide werelden. Dus dat ene dat behaagt jou en het andere dat stoort jou een beetje, zoals je zelf zei. Ik denk dat de kleuren te hard zijn, bij die andere waren de kleuren zachter. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed. Maar om al die twee werelden eventjes naast elkaar neer te zetten, je wilt dit ook eigenlijk wel het liefste vandaag al oplossen. Ja, wat een harmonieuze. Nee, maar ja, precies, dat. Maar je durft het wel, maar het kan ook soms zijn dat je gewoon eventjes iets opzij zet. Oké, dit is disharmonisch. Oké, nu ga ik even, wat wil dat nu zeggen tegen mij? Ik ga nu met een ander werk bezig en daar zoek ik de harmonie zogenaamd weer op. En misschien dat je langzamerhand dan denkt, oké, dit ben ik kwijt in weer dat werk, weer harmonisch. Maar ja, als je alleen maar met harmonie bezig bent, is het misschien ook erg saai. Dus wil het werk jou misschien ook wel iets vertellen voordat je nu weer met die harmonie begint? En nog weer allemaal weer enzovoort doorwerkt. Dus ik ga er ook wel met wit overheen stappen. Dat heb ik net bedacht. Oké. Okay. Ja. Ja, dan wat het... Nou, het grappige is, je bijt je helemaal vast in een werk, heb ik het idee. Dat is goed, hè? Want je weet ook nog wel het nodige te vertellen erover, over het proces en wat het dan wel of niet doet met je. Ja, ik ben een beetje van... Zoiets voel ik me niet prettig bij. Nee. Maar het grappige is, boven hadden we het over het koken. En jij kan op een aardappelblad vol met ingrediënten, kan jij nog je uitjes dingen zijn. Hierbij lukt het je niet of zo. Dit moet en zal eerst harmonieus worden. Ja, dat is wel. Alvorens ik met een ander schilderwerk. Ja, ja. Nou, okay. Nee, ik was wel met een ander bezig, maar ik dacht, ja, dat beviel me ook niet. Dus ik dacht, laat die ook eerst maar liggen. Ja. Nee, oké. Okay. Nou ja, goed, dan stuurt het universum jou... De achtergrond moet nog contact maken met de voorgrond. Ja, daarom dacht ik, als ik dan met wit ga spatten, dan misschien dat het dan anders wordt. Nou ja, dan krijg je wel weer dat het witte overal weer een heel klein beetje terugkomt. Ja, maar dat vind ik niet zo erg, geloof ik. Nee, dat is ook niet wat ik... Maar goed, dan ga je wel iets meer weer uit dit. Je trekt hem in ieder geval qua thema richting de cirkels. Ja. Want dat wordt dan belangrijker dan... Alhoewel, je hebt nu wel een spel met driehoeken en cirkels. Ja. Nou, waarschijnlijk kun je beter spatten met de kleuren uit de achtergrond. Ja, maar ik heb al met rood gespat. Ja. Op het wit? Nee, niet op het wit. Nee, ik zit erom. Nee. Dan zou ik nog een keer gaan spatten, zodat er ook wat op het witte terug komt. Rood gaat spatten. Nou, niet knalrood. Meer een tussenkleur. En, oh ja, het zou ook kunnen dat wat spatten hier op het witte. Om een verbinding te krijgen voor achtergrond en voorgrond. Tenminste, dat zou ik wel doen. Ja, goed, zijn er meerdere mogelijkheden om verbinding te krijgen. Nou ja, goed, inderdaad, met de achtergrond de verbinding, dan moet je inderdaad die achtergrond hierbij gaan betrekken. Of eventueel dat witte een beetje gaan glaceren in bijvoorbeeld geel, dan trek je hem ook wat naar achteren toe. Mm. Aan de andere kant, dan wordt het toch wel weer meer een overall ding, in plaats van het spel wat je nu met voorgrond en achtergrond aangaat en deze band. Nou ja, misschien dat hele inleidende stuk wat ik zei over, moet je deze niet even opzij leggen en juist de disharmonie eventjes misschien wel even laten bestaan, laten geven.
Want het blijft een heel lang verhaal. Terwijl die disharmonie jou misschien wel iets wil vertellen. In een volgend werk of zo. Nee. Nou, laat ik hem gewoon even staan. Ja, nou, dat, ja, je mag zo wel laten staan. Nou, twee afbeeldingen. Heel illustratief. Ja, lekkere afbeeldingen. Ja, het ging mij vooral om gewoon verder te gaan met houtskool en potlood en krijt. Dat vind ik toch het prettigste werken. Nou, ja. Nou, het grappige is deze, nou ja, je vorige werk met acrylverf was het toch? Ja. Vond ik ook wel sterk hoor. Ja, maar toch. Ja, waarom? Je vindt het te hard of te duidelijk? Nee, of te ik, ik ben dan met de acrylverf bezig in plaats met het nou, zo. Dat wat ik wil voorstellen. Ja, ja. En dat hindert mij dan. Ja. Hier kun je veel meer in een soort stroom terechtkomen van onderwerp en materiaal. Ja, van het onderwerp. Ja. Ja. Dan dat ik bezig ben met het, wat gaat het materiaal doen. Ja. Maar nu zie ik wel met krijt. Zodra de ondergrond gebobbeld is, ja, dan neemt het. Dat zie je gewoon, de bobbels uit. Ja, ja, ja. Uit de ondergrond. Voor de strand kan dat toch wel prima. Nou, ja, het geeft wel net even wat meer diepte, hier zo'n klein structuurtje. De bobbels uit de ondergrond. Die willen ook meedoen. Ja, kijk, normaal gesproken zou ik zeggen, dit is best wel strak, maar ja, het is natuurlijk zand wat tegen zo'n wering aanwaait. En dus krijg je waarschijnlijk zo'n strak gebeuren. Dus, het, ja, ja, ik vind het al een mooi beeldend element, dat het zo strak is. Wat mij mooi vond, is gewoon die vage kleur in het huisje en die grasjes daar. Ja, ook mooi scherp gedefinieerd. Daar hadden we de vorige keer even met het huisje, dat als je dat, ja. Nou, toen deed ik dat nog voor met het Nu heb ik dit gebruikt. Ja, oh ja, toch wel. Mm-hmm. Ja. En als je die van houtskool, als je dat dan net als Anne spuit en dan met acrylverf erover gaat, ben je dan zou ik eerder nog met wat aquarel. Mm-hmm. Het grappige is bij dit soort dingen, omdat we het toch op de voorgrond hebben, omdat het zo minimalistisch in die zin is qua en rustig is qua opbouw en qua wat je wil neerzetten, mm-hmm. Dat vlekjes zoals deze. En zoals deze bij zo'n minimaal klein vlaggedingetje. Die krijg je opeens ook. Is dat nog even een soort energie van een vlaggetje die daar ooit heeft gewapperd? Of, nee, ik had water gemorst op het krijt. Ja. Dus toen ging met het krijt. En toen werd het gewoon hardblauw werd dat. En dat heb ik maar proberen weg te poetsen. Maar het mooie is dat eigenlijk wel weer. Hè? Dat is wel leuk. Ja, vind ik ook. Ja. Maar stel voor dat je dit gewoon alleen maar in die rust hebt. Mm-hmm. Oké, dan gaat het alleen maar over het plaatje en over rust eventueel. Mm-hmm. Nu krijgt het nog net eventjes dat extra dingetje. En dat is toch wel weer de natuur of de toevalligheid die dan erin wil komen. Haalt ja, het strakke druk wat uit. Maar ja, precies. Nat krijt. En het spannende. Mm-hmm. Extra nog even. Nou ja, goed, kijk, hier zijn natuurlijk bepaalde vlekjes gewoon minder storend. Kijk, als je dat zo rustig had opgebouwd als deze, dan zou zo'n vlekje hier best wel weer ook een rol kunnen krijgen. Maar ja, het is heel duidelijk over de compositie. Je hebt veel meer uitgewerkt. Je gaat nog even over die spelende mm-hmm. kinderen. Mm-hmm. Toch belangrijk, als ik even kijk over zo'n buigend poppetje, dat nog wat verfijnder dan is. Want dit is wel een heel raar buigend mannetje. Ik had het eerst met houtskool gedaan en deze heb ik met potlood. Maar omdat het zo klein is, gaat het houtskool, dat is niet goed. Dus ik moet dat met potlood doen. Ja, snap je, want dit wordt een beetje een soort rare winkelhaak. Ja. Terwijl juist dan zo'n silhouet in de verte, echt even die verfijning, want deze zijn wel goed gelukt. Mm-hmm. Doordat ik die met potlood doe, ik dacht, oh nee, maar ja, zo leer je. Ja. Zo'n klein mensje kan je niet met houtskool doen. Nee. Dat is te vertrouwen. Maar als je nou iets erbij hebt, ik sprak laatst iemand, die werkt ook wel met houtskool, die zei, dan moet je doezelen. Dan had je speciale stiftjes voor. Ja. En dan, maar dat kan je misschien ook met zo'n oogschaduwbadje. Ja, met een wattenstaafje kun je het ook gewoon weer wat weghalen. Maar zo'n figuur moet wel precies getekend even worden. Ja, die moet goed definiëren. Ja. Wat bukt daar en hoe bukt die? Ja. En natuurlijk een beetje, wat zoek je eigenlijk? Het wordt ook een beetje, want het is best wel zwaar, de achtergrond. Dus het gaat een beetje een spel aan met die boten, als je het zo doet, dan gaat het eigenlijk alleen maar weer over niet de afbeelding, maar over wat daar getekend is. En dan krijg je dat dit en dat een soort, gevecht niet aangaan, maar wel, bij het belangrijk zijn. Ja. En als je kiest voor die boten belangrijk,
moet die berg eigenlijk nog wel iets minder achteren drukken. Bijvoorbeeld, zou kunnen. Zou er wat minder hard moeten zijn. Ja. Want je vindt het contrast tussen die huizen ervoor, dat vind je interessant, met dat donkere van die berg. Ja. Maar ja, ondertussen vind je die boten ook interessant. Ja. En daar zo'n keuze in doen, dat zou dan denk ik nog eventjes ietsjes het sterker maken. Ja. Het zijn bergen, maar het lijkt die voorste lijkt ook met een hele grote boom. Boom? Een platte boom. Een boom? Ja, ik vind die voorste wel een beetje een boom. Deze? Ja. Een boom? Ja, als ik vind dat wel een beetje, net of er een stam zit in dat donker op de straat, of dat een wortel is of zo. Oké. Ja, dat zie ik er wel weer in. Nou, ja, ik zeg, bedankt voor deze verwarring. Dit is een lang boom. Ik vind die voorste wel een soort grote parapluboom. Ja, ja. Echt van die bomen, toch? Die zo... Ja. Ja, ja, het kan hoor. Het ik zag wel dat het een strandachtig was. Ik moet een beetje denken aan die donderdag dat ik hier ook iets evalueerde en iemand had een hond geschilderd en vroeg iemand, zijn dat zonnebloemen? Ja, dus die kant gaat het op. Ja, ja, zeker. Ja, als die andere twee bergen er niet achter zaten, had ik echt gedacht dat het een woon was. Maar dat komt nou ja. Omdat hij aan de onderkant zo donker is. Dit hier zijn. Ja, het is, ik heb het idee dat die berg aan de onderkant donkerder is en de huizen aan de bovenkant zijn. Waardoor het net lijkt of die berg over die huizen heen komt. Voor mijn gevoel hoor. Ja. Nou, dat zou in die zin qua. Dan zie ik nog steeds die boom niet. Maar als je die huizen inderdaad zelf nog even iets meer eruit gaat gummen, dan krijg je die huizen nog net wat meer naar voren. Ja, klopt.